And you cannot say when you score to tell him, ah, thank you that you tell me that I'm pussy. You know, it's natural reaction. You give him also something back. Dusan, we hebben je net op tv gezien. Je was heel erg boos op Dumfries. Je zei dat je je niet laat uitschelden. Nu je iets rustiger bent, hoe denk je daar nu over, dat incident? Ja, ik denk is normaal dat in een wedstrijd je hebt een warme hart. En ja, wanneer I will speak English because I have more words. It's okay. I can look smarter. I think it's normal on the game when you have a warm heart and yeah, it's always bad words between each other and always fight. But you need to know that I never come first to the guy to say some bad words. They were coming, three guys of them, and they were destroying pitch and making hole there. And he was telling me that I'm pussy, that I will miss, that I'm not leader. And yeah, when you score goal, of course that you will tell him something back, because I think this is natural reaction. You cannot say when you score to tell him, ah, thank you that you tell me that I'm pussy. You know, it's natural reaction. You give him also something back. Ja, hij is mentaal is hij ijzersterk. Hij werd geprovoceerd tot op het bot bij die penalty. En ja, ze maakt het veld ook slecht. Maar dan zie je hoe sterk hij is in zijn hoofd. Hij is uitermate cool. En, ja, ik zit dan ook heel rustig. Ik weet zeker dat het een goal is. En ook nu weer. Ja, en dan gebeurt er wat en dat gebeurt in de emotie, want ja, dat zit ook in zijn karakter. En dat moeten we niet te groot maken. En uiteindelijk gaat het om wat op het veld gebeurt en wat het resultaat is. En hij was op het juiste moment, was hij in ieder geval koelbloedig. There is one thing they should never do with Serbian people, and this is to play mind game with us and to provocate, because we all life like country, we produce power from that, and they should not ever do that. Dat is Dusan Tadic, een absolute winnaar. En hij weet op het juiste moment zijn emoties in te zetten. En dat maakt het verschil tussen toppen en een absolute top. Ja. Je hebt al een aantal keer gezegd dat je in februari geen kampioen wordt, maar is dit wel de stap op weg naar het kampioenschap? Nou, het is natuurlijk wel duidelijk dat wij met 1-1 gewonnen hebben. Maar het is nog niet afgelopen, hè, want er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Ja, dus dan heb je na afloop nog handjes geschud met hem dan? Heb je hem nog gesproken met Dumfries? Nee, maar ik ben daar. If hij wil, spreek met mij. Of wat hij wil, ik ben daar.